Een wolf houdt de gemoederen in Zwolge en omgeving flink bezig. Een schapenhouder maakte dit filmpje in de weilanden tijdens een ronde langs zijn dieren. Maar is het wel een wolf? Af. Boudewijn Kooijman weet het zeker. Hij beheert een groepsapp voor de omgeving en maakt melding als er een wolf wordt gesignaleerd. Ik zag de video en ik begreep gelijk dat het een wolf was. Want ik ben dagelijks met wolven bezig om te kijken waar ze overal lopen. En om het door te geven ook aan in de WhatsApp groepen. Dit is bijna typisch een wolf. Kijk, je kunt het nooit uitsluiten. Je moet altijd rekening ermee houden dat er tegenwoordig heel veel kruislingwolven rondlopen. Of hybrides. Maar dit is een typisch beeld voor een wolf. En ik heb hier bijna 1000 schapen lopen in diverse locaties. Dus ik ben gelijk al die locaties na gaan lopen om te kijken of je geen zieke of gewonden vindt. Dode schapen zijn er nog niet gevonden, maar de schapenhouder houdt zijn hart vast. Ik vermoed dat deze uit Duitsland gewoon de Maas overgezwommen is in richting Venlo of zo gelopen is. Dit is gewoon een incidenteel geval. En dat is een doortrekkende wolf. Maar je weet nooit wat voor wolf het is. Dan moet je DNA weten. Want er is ook een wolf die loopt van de Stabrechtse Heide heen en weer naar Duitsland. Dat is die nu al aan doen geweest. En dat kan goed deze wolf zijn. En die springt over alle afrasteringen heen. Om een of andere reden lopen ze het liefst hier. Links naar rechts. Kom hier. Er is wel vaker een wolf in de omgeving gesignaleerd. Zo werden er eind april DNA-sporen van een mannetjeswolf aangetroffen in Well. Geen goede ontwikkeling, vindt Kooijman. Ik vind het een fascinerend beest. Maar hij hoort gewoon in Nederland niet thuis. Wij zijn hier een agrarisch gebied. Ook al doen wij hier wat natuurbeheer. Maar agrarisch blijft het en dat is het gewoon. Daar kun je niks aan veranderen. Dan moet je 1000 jaar terug. Dan kun je weer een wolf in het gebied houden. Ik ben schapenhouder en ik wou dat die wolf in dit gebied, in Nederland, gewoon niet meer was. Want dat is een wolf op wappieswens.